vandaag was een belangrijke dag bij de parlementaire enquête over de gasboringen in Groningen. Alle hoofdrolspelers die moeten verantwoording afleggen. Jorritsma, Verhagen, Henk Kamp komt ook nog. En vandaag was het de beurt aan de eigenaren van de NAM. En dat zijn Shell en ExxonMobil. Nou, de baas van Shell, Dick Benschop, die was er vandaag. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hè? Hij doet zo. Doet hij nou zo? Ja, maar zo is... Zweren is toch altijd zo? Hij wilde waarschijnlijk eerst dit doen, maar dat mocht helemaal niet. En het is altijd nog beter dan dit. Want dat is wat deze man doet, Joost van Roost. Dat is de oud-directeur van ExxonMobil, de enige betrokkenen die niet komt. Want hij weigert voor de enquêtecommissie te verschijnen. En zo'n enquêtecommissie die kan mensen verplichten om te komen. Maar bij Joost van Roost kan dat niet, want het is een Belg. Hier, hij beroept zich op zijn Belgische staatsburgerschap om niet te komen. Dat is echt het laagste wat je kan doen, hè? De Belgenjoker inzetten. Daarna kun je alleen nog zeggen, sorry edelachtbare, ik kan niet getuigen, want ik heb toevallig nog maar één dag te leven. Dat is precies die donderdag. Nou, de commissie die heeft er echt alles aan gedaan om hem te laten getuigen, maar dus zonder resultaat. De Belgische krant De Tijd schreef er ook nog over, Belgische oud-topman Exxon stuurt kat naar onderzoekcommissie. Wat? Dus, hè? Dus, of dat is een Belgische uitdrukking, of die man is helemaal gek. Ik denk gek trouwens. Of het is een nieuwe serie van Studio 100. Mjau, mjau, mjau. Dag meneer, de onderzoekscompressie. In België weet je het nooit. Dus Joost de Roost heeft lak aan Groningen en scheidt aan het Nederlandse parlement. Wat is dit voor gast? Nou, er is heel weinig van hem te vinden op het internet. Er is wel een foto van hem met Rutte. Of nou ja, met Rutte. Dus Joost van Roost is die man rechts. Dus ja. Dit lijkt toch wel zo'n foto die gebruikt wordt voor memes. Toch? Hier, kijk. Even kijken. Ja. Snacks. Dat werkt gewoon. Maar het gekke is dus, behalve wat nieuwsartikelen over die enquête, is er bijna niks over die man te vinden. Bijna. Want in 2012 gaf hij een praatje in een kasteel in België over Exxon. En daar zijn wel beelden van. Interessant om te vermelden bij ExxonMobil is dat wij zijn een beetje een eigenzinnig bedrijf met een aantal eigen principes en opvattingen en zo. Ja, hebben we gemerkt. Heel Groningen ligt in puin, maf, Kees. En hij geeft ook bijna nooit interviews, behalve aan arteco.wordpress.com. Goesting! Even twee citaatjes dan. We moeten ook niet trachten ons te positioneren als de kampioen in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nee, dat is wel gelukt, Joost. Dat is goed gelukt. En ook nog, waar ben je fier op dat we een winstgevend bedrijf zijn? Wat knap! Jullie verkopen olie! Iedereen wil olie en jij hebt het. Ik bedoel, het is een stuk moeilijker met mijn start-up verpakken saploze sinaasappelpulp. Dat is niet te doen. Dick Benschop van Shell, die zei vandaag trouwens nog dit over zijn oliebroer. Die opvatting die werd niet gedeeld door mijn collega Joost van Roost van ExxonMobil. Ja. Die wilde dat er maximaal verkocht zouden worden. Ik was daar nog steeds tegen. Ja, en ik was het ermee eens dat er gematigd zou worden. Moet je je voorstellen dat de baas van Shell over jou zegt, weet je wie pas echt een lul is? Joost van Roost. En die man, die is dus echt mede verantwoordelijk voor de aardbeving in Groningen. En die weigert gewoon om voor de parlementaire enquête te verschijnen. Nou, ik zeg Joost, als jij niet naar onze volksvertegenwoordigers wil luisteren, dan zeg ik wel even wat tegen je. Dus dames en heren, het is tijd voor... De Roost van Roost. De Roost van Joost van Roost, kijk, daar zit hij. Welkom Joost. Ga lekker zitten. Fijn dat je er bent. Nu ik je zo zie, snap ik je gedrag ook wat beter. Er is ook geen plek voor een ruggengraat of een hart. Jij kwam niet naar de enquête, maar stuurde je kat. Nou ja, ik zie het verschil niet, omdat je zelf ook zo'n ontzettende pussy bent. Joost, ik snap wel waarom jij zo graag meewerkt aan de klimaatopwarming. Zo kun je vast wennen aan de temperatuur van de hel. Joost, jij leidt een kutbedrijf. Het is geen toeval dat Volkert van der Graaf uitgerekend bij een SO werd opgepakt. Oh. Joost, je bent zo gewetenloos. Ik denk niet dat je je eigen moeder nog zou verkopen. Want jij weet ook donders goed dat je veel meer geld kunt verdienen met de losse organen. Oh. Joost, je staat nu in de top 3 van gewetenloze Belgen met de meeste slachtoffers. Precies tussen Leopold II en Marc Dutroux. Dus ja, dat is natuurlijk geen eerlijke vergelijking. Marc Dutroux gunde zijn slachtoffers tenminste nog huisvesting.
Nee, maar Joost, ik vond het wel heel sportief dat jij hier was. Je neemt het ook heel goed op, zie ik. Je werkt heel hard, je hebt alles opgegeven voor je carrière, je sociale leven, een leefbare wereld voor je kinderen en Groningen. Dank je wel. Huh? Is het nu al afgelopen? Ik ben nog helemaal niet klaar met kijken. Herken jij ook dit soort gevoelens? Stem dan nu je computer af op het kanaal van NPO Start. Daar kan je samen met lotgenoten kijken naar onvoorstelbaar veel meer afleveringen. Sterkte, je bent niet alleen.